it's not normal, you know. I'm finish work, I'm eat, I'm normal eat, I'm Polish coming. Buiten de camera om wil deze arbeidsmigrant wel vertellen dat hij een dergelijke controle niet normaal vindt. Bij dit pand en verschillende andere panden werd gisteravond gecontroleerd door verschillende instanties. Een van de panden werd daarbij als gevaarlijk aangemerkt. Wel bleek ook dat er één pand echt brandonveilig was, dus die zullen we op korte termijn ontruimen. Verder moet ik zeggen dat het bedrijf er op zich wel netjes uitzag. Hè. Er wordt ook nagekeken van wat voor bedrijven zitten er nou en klopt het volgens de vergunningen. Maar we hebben ook heel veel arbeidsmigranten aangetroffen. 80 in totaal. Verreweg de meeste daarvan zijn wel in beeld bij de gemeente. Dus de mensen zijn niet illegaal, wel de huisvesting. En die eigenaren, kunnen die dan een boete verwachten of wat gebeurt daarmee? Daar zullen we zeker nog even goed naar kijken, ja, omdat die zich ook aan de regels moeten gaan houden die gelden. Eind van dit jaar hakt de gemeente Maasdriel knopen door over een mogelijk nieuw beleid op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten.